Goedemorgen, super gezellig dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Dennis en ik zijn vandaag weer heerlijk wakker geworden in het mooie Lassies, bij het Gardameer, op de camping. Dus het is weer tijd voor een nieuwe kampeervlog. Heb je zin in deze vlog, doe dan vast even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan wens ik jullie heel erg veel kijkplezier. Het is toch het allerfijnste wakker worden zo. Zo mooi dit uitzicht. En dan kreeg ik op Instagram berichtjes. Jammer van dat hek, maar daar kijk je echt wel doorheen hoor. Het is hier best wel hoog, dus er moet ook echt wel een hek voor staan. Zeker met kleine kindjes, anders val je er vanaf. En kan ook iedereen zomaar binnenkomen, dus ik vind het wel prettig. En geniet gewoon van het prachtige uitzicht. Vanavond gaan we weer lekker barbecuen. Super leuk tafelkleedje gekregen van papa en mama. En ik heb net onze tent opgeruimd, dus alles ziet er weer helemaal netjes uit. Super fijn om alles zo netjes te houden. Ik ga zo meteen even lekker een ontbijtje maken. Ik denk dat ik even iets van een yoghurtje ga pakken. Fragola, lekker. En daar hebben we dan al onze kleding liggen. Dennis zijn kleding, mijn kleding. En dit is ook echt fijn van die vakjes. Ik ben ook zo blij dat ik mijn Polaroidcamera heb meegenomen trouwens. Ik heb echt al leuk gemaakt. En hier slapen we dan lekker. Deze kastjes zijn ook echt top voor het opbergen. Coolbox neem ik altijd mee als we naar het meer gaan. En hier heb ik alvast denk ik alles ingestopt voor als we zo meteen gaan zonnen. Lekker zonnebrand. Oh, dit is echt een nieuwe favoriet. Super fijn deze. En allemaal leuke boekjes. Kijk, en deze Polaroids hebben we dus al gemaakt. Dit zijn de speciaalste. Ik ben echt blij dat ik hem continu mee heb, want deze momentjes zijn van onze verloving. Oh my god. Als je het gemist hebt, ik ben verloofd. Ik kan het nog bijna niet geloven. Echt, het was echt fantastisch. Dennis had alles tot in de puntjes geregeld. En ik zit echt helemaal op mijn roze wolk. Echt zo leuk. En dit zijn nog allemaal andere momentjes die we al hebben gehad deze vakantie. Daar kun je echt nog van genieten. Mijn ochtend, elke ochtend met een yoghurtje met lijnzaad en wat fruit erbij. En deze zakjes die ik nu aan het nemen ben voor mijn spijsvertering en weerstand. En dan heb ik dus ook mijn vitamine meegenomen die ik elke ochtend inneem. Papa en mama zijn weer hier om te barbecuen. Pop it! Pop it, pop it. Yes. Mooie zonsondergang. Ja, met u. Oeh, hoe gaat hij heen? Ja, dat Want ik ga lekker een aperol spritz maken. Heerlijk. Lekker Italiaans drankje. Lekker. Oh, een klein beetje dus op dan maken. We gaan een barbecue vandaag. En we hebben weer allemaal lekkere dingetjes. Van met meloen, salade, stokbroodje. Ja, Dennis gaat dadelijk. Ja, en jij bent ook goed aan het helpen. Dennis gaat dadelijk lekker vlees braden op de barbecue. Braaien. Lekker sissen. Lekker sissen. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Zo, ik weet de dag. Dennis en ik hebben heerlijk geslapen. We zijn net lekker wakker geworden met prachtig uitzicht. En we hebben gisteren nog een hele leuke avond gehad samen met papa en mama. Lekker gebarbecued, spelletjes gedaan. En die zijn nu weer terug naar Nederland. Of ja, wel een etappe. Ze gaan nog twee overnachtingen doen in Duitsland. En wij hebben gisteravond de foto's binnengekregen van onze verloving. Oh my god, dat klinkt nog steeds zo raar om het te zeggen. Maar het is echt, kijk maar. Ik zit er ook echt de hele tijd naar te kijken. Ik heb hem natuurlijk niet de hele tijd om, maar als ik hem om heb, kijk ik er de hele tijd naar. En net heeft alles nabesproken, nog met Dennis en de foto's bekeken. En oh, ik kan nog steeds niet geloven. Zo blij. Ontbijtje, yoghurtje met lijnzaad en wat fruit. Lunchje bij de tent. Italian lunch. Smaakt het lekker? Heerlijk. Wat hebben we gedaan toen straks? Hebben we gesupt. Was leuk hè? Heerlijk. Daar zo op het water. En zo. Met super lekker weer. En ik heb nu weer een focaccia gemaakt met al mijn favo ingrediënten en een lekkere appelrol.
Het is inmiddels 8:15 en Dennis en ik hebben echt nog de hele tijd lekker bij het meer gezeten. Echt, het was zo lekker warm vandaag. 34 graden of zo. Goed. Dus we dachten, nou, gaan we pas wat later barbecuen. En ik heb lekker mijn salade gemaakt met van alles. Dennis is lekker aan het babykuen. De barbecue. Dan maak ik lekker vleesjes voor ons. Dus late night dinner vandaag. Super gezellig. Nou, we zijn nog even spontaan een pizza aan het eten. Lekker, pizza to share. En lekker, wat wij. Een hele goede morgen. Wij zijn weer heerlijk wakker geworden. In Lazis, op de camping. Klein beetje kleine oogjes nog. Want het is nog vroeg. Maar ik vind het wel altijd heel fijn om vroeg op te staan. Dan heb je nog lekker de hele dag voor je. En kunnen we lekker veel gaan doen. Gisteravond heb ik nog super leuk gehad. We zijn al eventjes gaan kijken hier bij de show. En een beetje rondgelopen over de camping. Ook heel erg leuk om te zien. Ja, iedereen maakt het hier helemaal gezellig met lampjes. Super leuk om te zien hoe iedereen erbij zit. En nu gaan Dennis en ik even naar de winkel. Om wat kleine boodschappen te doen. En dan lekker ontbijten. We hebben vandaag weer een chill dag. Even uitrusten. Today. Kijk. De kledingroom. Is niet meer zo netjes als eerst. Keuzes, keuzes. Welke bikini het gaat worden zometeen. Dit is echt mijn lievelings pantaprintje. Maar ik denk dat ik vandaag voor deze ga. Van Just V. Die heb ik nog niet aan gehad. Is ook wel echt hoor. Terug van de winkel. En hebben lekker wat boodschappen gedaan. Hele tas vol. Ik ga net alles inruimen. Rucola. Deze rosé prosecco zag er echt heel erg lekker uit. Dus die heb ik eentje meegenomen om te proberen. Heel veel yoghurtjes, want die eten wij in de ochtend. Dit vindt Dennis dus echt super lekker bier. Muggenkaarsen, we need it. Want er zijn wel veel muggen hier. Wat water en zo. Dus ik ga nu even alles in de koelkast doen. De koelkast die is weer lekker ingeruimd. Al onze favoriete dingen weer aangevuld. En nu gaan we lekker ontbijten. Ik heb een yoghurtje gemaakt met kiwi. We zijn lekker aan het lunchen bij onze tent. We hebben vanmiddag de hele middag bij het zwembad gelegen. En nu eventjes tijd om wat te eten. Ik heb weer een heerlijke salade gemaakt met focaccia en aperol. En dan is het ook lekker een broodje aan het maken. Oeh, nieuwe avond. Nieuwe prosec. Of ja, rosé met een bubbel. We gaan weer lekker barbecuen. Ik ben lekker salade aan het maken. Brood. En ze is lekker aan barbecuen. We hebben een hele mooie zonsondergang. Tjeltje. Echt het allermooiste om hier zonsondergang te kijken. Vanuit onze tent. We hebben net lekker gegeten. En nu kijken we naar de zonsondergang. En die gaat dadelijk heel snel achter die berg. Camera is het mooi, maar in real life is het nog veel mooier. Dus ik ga hem nu wegdoen en er lekker van genieten. Wij zitten hier nog heerlijk te genieten van de zonsondergang. Hij is net ondergegaan, maar de lucht is nu echt alle mooie kleuren. Zoals je het kunt zien aan mijn gezicht is het echt bloody hot. Super warm, dus we hebben eventjes een koud rozeetje erbij gepakt. Lekker met ijs. En nog een ijsje. Dus wij gaan nu lekker genieten van de avond. Een hele goede morgen. We zijn nu in Pescara en we hebben vandaag een tour bij Motragazzi. Heel erg veel zin in. We gaan eigenlijk elk jaar daar een tour doen. En dit jaar gaan we Hills of Garda. Hier zijn alle scooters van Motragazzi, alle mooie Vespa's. En ze hebben ook nog andere scooters. En Dennis is al helemaal ready voor de tour. We hebben echt een super mooie. Beautiful. Leuk schatje. Daar gaan we. Helemaal zin in. Aangekomen.
de eerste stop. Super mooi uitzicht. Nu gaan we even lekker wandelen. Mooi achtergrondgeluid. Wij zijn aangekomen bij de eerste stop. En als het goed is hier een plekje om te ontbijten. Dus we gaan even kijken. Het is hier in ieder geval super mooi. Het is echt super mooi hier. Kijk eventjes. Wauw. Ik heb een versje de ranch besteld en een croissantje. En Dennis heeft een tosti en een cappuccino. Echt, hier zit alleen maar Italiaan. Dat is wel altijd het leuk. En dan is dit ons uitzicht. Echt fantastisch. Dennis heeft lekker een koffie besteld. En ik lekker een versje de ranch met een broodje. Croissantje. My god, kijk even wat Dennis heeft gespot. Wijs even met je bingen. Mijn vis, maar niet een hele kleine, echt een mega grote. Baba, die zwemt dan gewoon in het meer. Die heeft ook echt van die grote voelsprieten of zo. Mm. Dan zie jij dan weer, hè? Weer aangekomen bij het volgende punt. En echt super leuk, want Dennis heeft zo'n app op zijn telefoon en via die app kun je alles lezen waar we nu zijn. Digital guide. En dan kun je ook gewoon een tour doen, ook zonder dat je deze scooter huurt. Echt een mooie. Ik zei het tegen Dennis. Volgens mij hadden we dat de vorige keer niet met zo'n steuntje hier. Echt super fijn. Ik ben in een kerkje. Ik heb toch altijd het idee dat ik heel zachtjes moet praten. Stil moet zijn. Maar we zijn hier helemaal alleen. Ze zijn heel leuk aan het rondkijken. In fondo là, stare in mezzo, ma prima che vi spostate vedete anche il lato opposto del lago dietro le piante qui, fino in fondo. Avere un buon cannocchiale quando si è fatto le foto lì. We zijn hier aangekomen op privéterrein. En we hebben net uitleg gekregen, maar wel in het Italiaans, dus we verstonden er niet zoveel van. En je moet hier wel wat betalen om binnen te komen, maar we dachten, we zijn er nu, dus we doen het even. En Dennis? Leuk uitzicht hier. Ja, heel geweldig. Echt zo mooi. We hebben het allemaal hier helemaal vragen. Oké, dat was een beetje een flop inderdaad. Maar goed, als je het niet probeert, dan weet je het ook niet. Ik ben net naar binnen geweest. En vanuit zo is het echt het allermooiste. Je moest er dus betalen om naar binnen te gaan. Maar vanuit hier kun je het echt het allermooiste zien. En we hebben eventjes wat te drinken besteld, want... Het is hot today. Ik heb lekker een Fanta. Dennis een biertje. Dan krijg je er ook altijd wat chips bij. We zitten hier heel gezellig in een leuke boomgaard. Wij zijn aangekomen bij de volgende stop. En de vorige stop was een museum. Maar er stond echt best wel een lange rij. Het was zo heet. Dus we hebben besloten om niet naar binnen te gaan. Want het was ook nog een hoge toren die je dan in moest klimmen, zeg maar. We zijn echt meteen doorgereden. Lekker even uitgewaaid. Dat is dan zo fijn op de scooter. Lekker windje. En nu zijn we bij de volgende stop. En dat is de lunchplek. Maar we zijn dus te vroeg. Dennis rijdt te hard. Het is nu 11:30. En het gaat eigenlijk pas om 12:30 open. Dus we zijn nu gewoon even lekker wat aan het drinken hier. Ik heb lekker een Aperol Spritz. Heerlijk, verfrissend, verkoelend. Ik krijg ze overal lekker chipjes bij. Dus pak er gewoon even lekker een chipje. Ik heb een bord besteld to share met allemaal lokale kaas en vleeswaren die allemaal van hier zijn. En zelfgemaakte focaccia. Ziet er echt heel erg lekker uit. Mm-hmm.
superleuk, want iemand is het ons aan het uitleggen. Echt heel leuk. After the harvest, you can see the little one after the harvest. Uh-huh. We zijn aangekomen bij een heel leuk wijnhuis. En we gaan nu naar binnen en lekker wijn proeven. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. We hebben net ook echt super leuk uitleg gekregen. En het is hier lekker koel in de kelder. Zo fijn. En deze gaan we maar proberen. Ja, we hebben net lekker een wijn met een bubbel geproefd. En nu gaan we echt een typische wijn van hier proberen. Zo zei je nou? Speel je vals? Maar ik heb eigenlijk een wijn proeven. Daar zijn we al mee bezig, hè? Ja, maar er komt er nu nog een aan. Ik vind het heel lastig om te zeggen wat er precies in zit. Dus ik ga nu even informatie doen, zodat ik dat elkaar kan meesmaken en dat ik daar heel veel verstand van heb. Oh ja, we hebben er ook eentje. Het is wel echt lekker en echt gezellig. Ik wil er een goede voor me. De goede wijn proeven. We weten nou, het moet, hè, Dennis? Eerst kijken, dan ruiken. Ook, also. Dan proeven. Oh my god, we zijn nu net terug van de tour. Stappen de auto in en kijk wat de auto aangeeft. Niet te doen. Zo hot. Maar we klagen niet, want het is heerlijk. Heerlijk, hè? Even afkoelend gaan we weer. Een leuke dag gehad, een leuke tour. Hele leuke wijnproeverij, toch schat? Ja. Dat is echt een aanrader. Echt een aanrader, ja. Echt een van de leukste wijnproeverijen die we hebben gehad. Omdat alles echt zo goed uitgelegd werd. En zij had ook echt passie voor de zaak. En nou, heeft ons ook wat wijntjes aangesmeerd. We hebben ook een doos mee naar huis genomen. En nog een hele speciale spumante met een bubbel. Omdat we natuurlijk ook iets te vieren hebben. Dus dat is super leuk. Nu volle bak. Misschien voor een keer. Ja? Als tip om met iets minder temperatuur te gaan scooterrijden. Ja, dit was 37 graden. Ja, we stapten de auto in. 37 graden, echt niet normaal. Maar ja, goed, de komende dagen is het sowieso echt heel heet hier. Dus we moesten wel kiezen. Hmm. Maar als je dan inderdaad, als je de tour langs het Gardameer doet, dan kun je nog even lekker een keertje plonzen. Dat hadden we nou natuurlijk niet. En het is wel heel lekker het windje, maar het was vandaag ook echt vooral een warm windje. Zo ja. Toch? Ja. Dus wij gaan zo meteen onze swim outfits aandoen en meteen lekker het Gardameer inplonzen. Dan kan jij nog even een update geven. En toen waren we in Sirmione. Toen dacht ik in één keer, oh my god, mijn camera. Dacht hij nog bij de wijnproeverij. Nou, kan ook alleen meer mee gebeuren, maar we zijn gewoon teruggereden en hebben hem opgehaald en net de scooter ingeleverd. En nu weer terug naar onze camping. Lekker chillen, dus ik zie jullie strakjes. Dennis en ik hebben lekker pizza gehaald. Of ja, ik. En dan is het niet hier lekker te snijden, want we hebben pizza day. Smakelijk schatje, geniet ervan. We hebben heerlijke champi gekocht net. Spumante. En we dachten, nou, we drinken hem gewoon lekker vandaag op. We gaan er meteen van genieten. Wanneer gaan we door? Hier is op onze verloving. Heerlijk dit. Echt genieten. Good life. Good life, pizza, good life. Hoeveel pizza's hebben wij today? 3. 1, 2, niet al op. 3. Wat een vongen. Dus we genieten er gewoon even. Ik zijn aangekomen in Lassies, onze favoriete plek. Goedemiddag lieverd, het is vandaag zondag en ik heb de hele dag nog niks gefilmd, want gisteren hadden we nog een party. Echt super gezellig, we hadden een super leuke avond bij het strand, lekker pizza gegeten en lekker drankjes gedronken bij zonsondergang. En toen waren er nog andere Nederlanders en toen hebben we gezellig muziek opgezet, lekker gedronken en het was eigenlijk echt heel erg gezellig. Toen werd ik vanochtend wakker, had ik een beetje hoofdpijn.
Dus toen heb ik lekker uitgeslapen, eigenlijk nog een beetje gedut aan het meer. Toen zijn we eerst naar het zwembad gegaan en daarna de hele dag bij het meer. Maar het is vandaag ook zo warm, 35 graden, nu nog steeds. Dus je ziet het wel aan mijn gezicht, helemaal oververhit. En Dennis en ik zijn nu gezellig in Lassies met een rondje gelopen. En we gaan daar lekker eten, echt heel erg gezellig. Ik heb een leuk jurkje aan, zwart. Nieuwe slippertjes. Dennis en ik zijn weer gezellig bij Cordonega. Lekker schatje. Dennis heeft een keer een nieuwe pizza besteld. Pizza. Hoe heet die ook alweer? Cordonega. Nee, carbonara of zoiets. Toch? Ja. Oh ja. In ieder geval met ei en spek. Ik ben heel erg benieuwd. En ik heb weer mijn all-time favorite. Echt heel lekker. Lekker een aperol. Lekker een prosecco. Echt lekker uit. Smakelijk schatje. We hebben nog even lekker een ijsje gehaald. Ik heb crema di lassies. En Dennis heeft aardbeien. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Een nieuwe week. En Dennis en ik zijn lekker op tijd opgestaan. Want we hebben iets heel erg leuks op de planning. We gaan namelijk een vintage auto huren. En daarmee door Italië rijden. Kent u het? Helemaal zin in. Maar dat laat ik jullie zien in een nieuwe vlog. Want ik denk dat deze al lang genoeg geworden is. Vond je deze vlog leuk? Dan alvast even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En bedankt voor het kijken. Hele fijne dag nog. En tot de volgende keer.